Ik ben dus echt kledingkoopverslaafd. En ik zelf heb me voorgenomen in 2020 letterlijk geen euro aan kleding uit te geven. Ik ben ook echt dat mens die kleren koopt en ze dan niet aantrekt, snap je? En dat ze echt met prijskaarten al ergens liggen. En ik hoop dus ook dat het opruimen van mijn kast en het idee dat andere mensen misschien hopelijk kunnen genieten van dingen die ik heb aangeschaft in een soort gekte. Ja, dat vind ik een heel prettig idee. Het is heel belangrijk om je kleren een tweede leven te geven, omdat we met z'n allen veel te veel consumeren. En het echt tijd is dat we daarmee ophouden. En dan kijk ik echt in de spiegel, want ik ben een absoluut onderdeel daarvan. Zeker in mijn beroep heb je dingen vaak één keer aan. En dat is natuurlijk helemaal triest. Ik ben Halina Rijn en mijn beroep weet ik op dit moment heel even niet, omdat ik in een transitie zit. Van uitvoerder naar maker. Heel leuk natuurlijk. En ik geef mijn kleren een tweede leven bij The Next Closet.